Hallo allemaal en welkom bij het Speel met mij kinderspeelgoedkanaal. Vandaag gaan we een nieuw spel van Boobadoo spelen. Dat is het Supermarket Game for Kids, dus supermarktspel voor kinderen. En daarin zijn we in een winkelcentrum of nou ja, supermarkt. En we gaan eens kijken wat we allemaal moeten doen. We gaan eerst die man daar eens helpen. En hij heeft een boodschappenlijstje, dat staat daar onderin. Wat heeft hij nodig? In ieder geval een brood. En heeft hij ook nog dat andere brood daar nodig? En dan... Dat? Nee, niet dat. Die taart wel. En pasta. En snoep. Wat nog meer? Het is wel goed dat het niet te makkelijk is. Dat is ook wel eens leuk. Nou, die taart hebben we dan nodig daarbovenin. En de snoepjes. Oké, die nemen we nog mee. En dan hoeven er nog maar twee. Dus niet die pasta, die. En een blikje, dat staat daar. Ja, dan hebben we het allemaal. Oké, tof. Dat was gelukt. Nou, tot ziens. Dan gaan we naar de volgende klant. Is dat een worstje? Wordt niet daar in ieder geval. Niet daar. Oh, we moeten het gaan sorteren. Dus het juiste worstje in het juiste zakje. En we hebben ook kaas. Nou, die daar. 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 En die daarheen. Dan nemen we die onderin. Wijn. Zo. Het gaat wel steeds sneller. Nog maar 5, 4. Die daarheen. En ja, allemaal. Oké, dat was dus de worst- en kaasafdeling. Dan gaan we naar de volgende klant. Die heeft de stokbrood nodig. En dat. Niet die pasta. Maar die wel. Neem een pot snoep natuurlijk. Die pasta is het wel. Tenminste, volgens mij is het pasta. Nog een keer. Nog een pot. En dan alleen nog drinken, maar wel 3 verschillende soorten. Die met de kerst erop. Oh, eerst dat flesje. Die hebben we in ieder geval gevonden. En waar staan die andere 2 dan? Want die stond daar bovenin. En waar is die ene dan? En zien. Oh, daar bovenin. Helemaal verstopt. Ja! Zo. En wat is dat? Oh, dan moet je punten op verzamelen. Dus met ieder mini-spelletje krijgen we punten en dan kunnen we dingen verzamelen. En de volgende klant. Die staat bij het fruit. Hoi. Dan moeten we het goede fruit zoeken, denk ik. Het heeft kiwi nodig. En een paddenstoel. Augurk. Nog een kiwi. Er zit nu ook vies fruit en groente tussen. Die kunnen we waarschijnlijk niet aan haar geven. Een kiwi. Ja. Een banaan. Nog een augurk. Augurk. Een aardbei. Een druiven. Dit beweegt ook steeds sneller. Weer een kiwi. En sla. Daar. Een banaan. Nog een augurk.
Zo. Nog een kiwi. En weer druiven. En dan is het al genoeg. Nu hebben we genoeg spullen verzameld. Echt perfect. Heel tof spel met al die minigames erin. Hier kunnen we niet verder... Oh, wacht. Er gebeurt iets. Wat is dit? Oh, er is een dief. Een dief. Die moeten we nu gaan vangen. Daarachteraan maar. Die kant op. Kom op, kom op, kom op. Ja, bijna, bijna. Yes. We hebben hem. Zo grappig. En dan komt de politie ook nog om hem op te halen. Dat is gelukt. Dan gaan we naar onze laatste klant voor vandaag. Oh, en dan zijn we weer op de kaas- en worstafdeling. Die daarin. Die daarin. Zo. En die. Die daar. Nog 12. En dan die daarin. Die daarin. Daarin. Die hebben we niet nodig. Die wel. Die ook. En die daarin. Nog 1. En klaar. Wat een ontzettend tof spel, jongens. Met al die minigames zijn er is zoveel te doen. Vooral die dief, dat vind ik toch wel het meest toffe. Oh, er staat nog een broodwagen. Eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Oké, tof. We moeten dus het brood gaan bezorgen. Eens kijken waar we heen moeten. Oh, daar. Daar. Yes. Dat is de eerste bezorging. En dan komt de volgende bezorging. Yes. Nog 1 keer, denk ik zo. Het zal dan de laatste bezorging zijn. Dan zijn we klaar voor vandaag. Zo, links. Dat was hem. De laatste bezorging van vandaag. Dit spel beviel mij in ieder geval heel erg goed. Laat me weten wat jij ervan vond. Geef de video natuurlijk een duim omhoog als je het leuk vond. En tot de volgende keer.